We blijven strijden, samen op weg naar betere tijden. Is in koeie letters te lezen. Op weg naar betere tijden, ja. Want het zijn niet de beste tijden momenteel. Vitesse, laatste 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. 1 keer gelijk, 5 keer verloren. Het is inderdaad 5-12. En dan moet het dan vandaag maar gaan gebeuren tegen de Eagles. Dit is vorige week. En dat is prettig. Die 0-0 vierden tegen Ajax. 4 wijzigingen bij Vitesse op de bank. Oros, Cornelissen, Tronstad en Bialek. Die vorige week nog wel meededen. Die wedstrijd werd verloren tegen RKC. Sanko. Zien we in de spits. We gaan zien hoe de mensen om hem heen zich bewegen. Ja, 4-2-3-1 of 4-2-2-2 of 4-4-2. Wel een beetje afhankelijk van hoe de bal rolt en wie de bal heeft. Bobby Adekanje, hij de topscorer. Met 6 goals en 4 assists, dus bij 10 van de 36 goals direct betrokken. En hier zal de druk er volop staan. Duimpje nog wel omhoog bij Witek. Hij ook terug na een schorsing. Theo Jansen op de bank ook. Normaal gesproken bij wedstrijden van Vitesse zit hij op de tribune. Iets hoger te kijken naar hoe het allemaal reilt en zeilt op het veld. Ja, door de absentie van Cocu is hij op de bank terechtgekomen om Chris van der Weerde op die bank te assisteren. Sanko. Wittek. Richting Van Ginkel, die heeft een redelijk vrije kopkans. Deel. Willemson. Rashan Fernandes. Die kan naar binnen komen en schieten. Ja, naar binnen komen lukt dan wel. En het volgende schot is dan van Philip Brommens. Dat is behoorlijk vol, behoorlijk druk. Er waren 19.000 kaarten aan de man gebracht. En een flink deel daarvan is erbij gaan staan omdat ze voor Vitesse zijn. Roslowski draait weg bij Deel. Sanko, er moet eigenlijk eentje onderkomen. Ja, Van Ginkel probeert daar. En die krijgt de vrije trap mee. Omdat hij juist wat eerder bij de bal is dan de speler van Go Ahead. Volgens wel dat beide spelers, Van Ginkel en Jan Sana, geblesseerd op de grond liggen. 4 man in de muur. Het wordt Witek met links. En dat is een goede goal, zeg! Dat is een goede goal. De vrije trap van Witek. En de voorsprong voor Vitesse. Zijn derde van het seizoen. Telt erbij op nog 6 assists. En de belangrijkheid van Witek is duidelijk. De opluchting waarneembaar op de Vitesse bank en bij de Vitesse spelers. Bij de voorsprong. Witek. Biro. Kozlowski voor het schot. Kozlowski. Marcus. Biro. Ah, dat kan je. Dit is, ja... Vervolgens maakt Adekanje de overtreding, maar ik denk dat hij hem in eerste instantie meekrijgt. En dan is er daarna de overtreding waar Adekanje geel voor krijgt. Hij krijgt de vrije trap mee.
Dat wel, maar ook een gele kaart voor de overtreding daarna. Hier is de vrije trap voor Adekanje en daar is de gele kaart voor Adekanje. Dat klinkt niet logisch, maar dat is het wel. Wittberg. Dat is weer voor Witek. Kuipers komt erbij. Die gaat dus steeds meer minuten maken. Maar bij welke stand komt hij erin? Dit is Sanko. En dan vanuit de draai recht op de lange af. Dan is Amova erbij gaan liggen. Hij zet zijn linkervoet neer en draait er dan vervelend overheen. Ja, dit is die actie van zojuist. Ik vond Bas Kuipers al klaar. En die komt inderdaad voor Amova. Gaat Fontan, denk ik, links centraal spelen naast Itzis. Kuipers. Fontan. Deze is voor Sanko. En Sanko recht naar voren, maar in het zijn het. Ja, dat lijkt dan op een doelpunt als je aan de andere kant zit. Daar ging er ook een hele hoop staan. Maar het is slechts het zijn het. Jan Sana. Dan Fernandes. Kuipers. Nou, er is lengte in de 16 met Willemsson en Lidberg. Rommens. Voor het schot. Rommens. En dat gaat over het doel. Biro. Terug Biro. En 16 meter van Ginkel. En daar verwacht je dan op zo'n moment, op die positie, van deze speler, net iets meer. Nu dan, Manhoef voor de 2-0. Manhoef, Manhoef, Manhoef. En de Lange voorkomt die tweede treffer. Een treffer die nog meer bevrijding zal opleveren. Sanko. En dan is het Itzes die die bal weg weet te koppen. En de Lange die nog even last heeft van de redding van zojuist. Dat levert een botsing op. En pijn bij de keeper van Go Ahead. Met deze bal richting Manhoef zitten ze centraal achterin even mis. En dan hier de redding weliswaar, maar dat levert ook een botsing op. En de frustratie bij Manhoef. Daar komt Meutensteen en daar is de goal. Daar kon je op wachten. Sanko is denk ik degene die het laatste tikkie geeft. Voor de 2-0. Het is zeker verdiend te noemen. Deze corner van Witek. Meutensteen. En dan is het Sanko die hem daar intikt. Vrolijkheid in Arnhem. Maar er dit seizoen thuis niet zo heel veel vrolijkheid te vinden. Was twee keer gewonnen en vijf keer gelijk. Zes keer verloren in eigen stadion. Dat zijn geen vrolijk stemmende cijfers. Maar vandaag is alles anders. Wordt Meulensteen er hard geraakt of niet? Manhoef. Manhoef met rechts. En dan is het de Lange. Gelukkig valt het met Meulensteen mee. Ik dacht even die werd zwaar aangetikt. Maar dat valt nog mee. Is het nog net te ontwijken eigenlijk. De volgende kans voor Manhoef. Manhoef. Rechts, ja, Biro. Van Ginkel
is mee. Manhoef is mee. Bero mist beide spelers. Beide spelers missen de bal. Willemson. Bal richting Stokkers. Valt deze bal goed. Stokkers beschermt de bal goed en lift hem net over het doel. Wist prima tussen man en bal te komen. En dus was er de kans. Nou, deze bal van Willemson gebruikt het lichaam goed om te zorgen dat Oros er niet bij kan. Stokkers. Goeie bal op Liedberg. Stokkers kiest weer positie. Bal even van richting veranderd en kust dan de deklat. Zo is Go Ahead wat laat wakker. En krijgt ook wel wat kansjes nu. Liedberg, die bal tegen de lat krijgt. Itzes komt niet aan de bal. Een laatste poging nog van Fontan en dan is het wel gedaan. Dan is er vreugde, opluchting, blijdschap. Want eindelijk, ja, je ziet ook mensen de zenuwen nog een beetje afblazen. Eindelijk weer eens een overwinning. Vitek met die treffer voor rust. Die vrije trap die er prima in krulde. En Sanko met de 2-0. En na 6 wedstrijden op rij zonder overwinning. Eindelijk weer een zegen voor Vitesse. Een broodnodige zegen om onderin weg te komen. Waar het zo benauwd is. Waar je niet wil staan. Waar Vitesse ook niet echt bepaald gewend is om te staan.